Ik ben Claudia, ik ben 32 jaar, moeder van twee kinderen, eentje van 3 en eentje van 4. Ik ben nu ongeveer 7 maanden samen met Peter, mijn vriend. Ongeveer 2 jaar geleden ben ik gescheiden van mijn man, dat is ook de vader van de twee kinderen. Ik werk bij een klein bedrijfje als administratief medewerker. Ja, het begon eigenlijk met dat ik ontzettend moe was. Dat bouwde zich zeg maar steeds op. Ik merkte dat ik niet meer goed kon slapen, niet goed meer kon uitrusten. Ik werd moer en moer. Er speelde best wel veel. Voordat ik begon, 6 maanden daarvoor, was mijn moeder overleden. Ja, dus dat speelde en daar was ik gewoon eigenlijk nog niet echt klaar mee. Dus volop eigenlijk in de rouw daarmee. En tegelijkertijd was mijn vriend, die had ook net iets heel heftigs meegemaakt. Ook een naaste verloren. Dus we zaten allebei helemaal vol. En konden niet echt met elkaar dat verdriet opvangen. En ook niet elkaar daarin ondersteunen. En dat was voor mij wel een teken dat ik dat het niet goed ging. En nou ja, volgens mij rond die tijd kreeg ik ook nog steeds meer last van buikklachten. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik naar de huisarts ben gegaan. Om te kijken van oké, wat is hier aan de hand? Is het die steken? Is het iets anders? En de huisarts die heeft toen wel met mij zeg maar erover gesproken. En die kwam er ook wel achter van nou ja, volgens mij is er wel iets meer aan de hand. En dan zit je met ook best wel veel stress. En nou, zodoende kwamen we er ook wel bij van oké, misschien is het niet alleen de buikklachten en is dat ook wel misschien juist een symptoom van de stress die ik ervaar. In eerste instantie gaf de huisarts me de keuze. Hij zei van nou, je zou aan de medicatie kunnen of je gaat in therapie. Als ik het nog anders kan proberen, dan probeer ik het eerst via therapie, via het kopmodel. En ik ken het helemaal niet en ik dacht ook meteen kop, oké, wat gek in de kop, wat betekent dat? Maar goed, hij heeft het wel gewoon netjes uitgelegd en toch gewoon dat het te maken heeft met nou, gewoon systematisch kijken naar wat je problemen zijn en wat je er zelf aan kan doen. Ja, dus toen heb ik daarvoor gekozen.